Dames en heren, jongens en meisjes, welkom in de mooiste plaats van Gelderland. Welkom in... Dames en heren, welkom in Harreveld. Lieren zit vanavond met geknepen billetjes te kijken. Komt de Achterhoek weer op één. Hier is Angelique Kruger. Yay! Hallo Harreveld. Wat? Hi. Wat zei die nou? Geknepen billetjes? Heb je die billen gezien in Lieren? Maar ze zijn wel zenuwachtig, jongens. En terecht. Hoe bijzonder is het nou eigenlijk, hè, dat er iedere dag weer zo'n dorp zich mega inspant, met zoveel mensen op een plein staat. Coach Mark, ik vind het bewonderenswaardig, ja, wat jullie ook weer hier vandaag voor elkaar hebben gekregen. Dat is goed, geweldig. Ja, sta je er zelf ook een beetje van te kijken? Heel erg. Ja? Heel erg. Ja. Moet je kijken, de vlag hangt uit bij de kerk. Ja. Jullie hadden hele mooie ballonnen naar beneden gehangen. Die hangen nu een beetje aan de andere kant. Ja. Maar, en jullie hadden ook een spandoek opgehangen, hè? Ja, dat is gisteravond nog besloten. Ja. Hij is nog nat van de verf. Ja. Maar hij hangt zo mooi in de kraan, want de kraan ging gisteravond één keer door. Ze zei, waar moeten jullie met de kraan? Ja, ja, we weten de opdracht toch niet? Nee. Dus alles moeten we hebben. Dus de kraan kwam ook. En toen moest er nog een mooie vlag gemaakt worden. Die hadden jullie niet. Hebben we zelf gemaakt voor jullie. Hartstikke mooi. Er staat welkom, hè, ja, in Harreveld. Hartstikke goed. Mark, ja, ben jij een geboren leider? Moet ik... Moet Wacht ik dat even. Van mezelf zeggen? Ja, weet ik niet. Je team moet een beetje grinniken, dus ik vraag het me af. Ja, ik vraag het mezelf ook af. Ik probeer het altijd wel op een goede manier, een lachende manier te doen. En okay, dat slaat volgens mij aan. Ja, dat klopt. Dat is zo. Ja, dat is helemaal zo. Mark is echt een verbindende factor. En Mark is gewoon een en al humor. En zeker als hij met zijn imitaties ook nog eens een extra schepje erbovenop doet. Echt top, Mark. Wie, wat is zijn top-imitatie dan? Van wie? De hond. En weet Mark het beste wat hij de Max... Wat kan je het beste imiteren dan? Een helikopter? Kan je een helikopter nadoen? Ja. Doe eens een helikopter na dan. Doe ik even Harold Wiels een beetje weer, van vroeger. Ja. Zag je hem wel? Hij is alweer weg, hoor. Heel goed, heel goed. Ik wil het ook even over jullie shirts hebben. Ja. Ontzettend mooi. Mark, Harreveld, Jeugdkamp. Weet meteen het goede doel. Geborduurd, of niet? Ja. Wie heeft dat gedaan? Dat heeft mijn vriendin gedaan. Jouw vriendin? Ja. Wat lief, bij iedereen dus. Ja, ja, bij iedereen, dat wel. Daar moest ik wel even lang over praten, maar dat is me gelukt. Mooi. En dit heeft natuurlijk weer niemand. Dat is weer een klein puntje... ik kijk... Jury, hè? Alleen die helikopter al, die had je in de parade moeten zetten. Ja. Mark, jullie spelen dus voor het jeugdkamp. Ja, vertel eens. Heel belangrijk in Harreveld is het jeugdkamp. Dat bestaat eigenlijk al 53 jaar. Ja. Eindelijk niet meer weg te denken in Harreveld. Wordt allemaal vrijwillig gedaan. Mm-hmm. Zelfs de leiding neemt een week vakantie voor zichzelf op om mee te gaan met de kinderen op kamp. Oh, tof. Ja, dat is heel tof. Maar de pan is een keer door de bonen. En dus we moeten nieuwe pannen en potjes hebben. Letterlijk, pannen. Je speelt voor pannen. Ja. Dan kun je wel wat verkopen voor 1000 euro. Dat dachten wij ook. Als je ze haalt. Ja, als we ze halen. Jullie hebben ook een jel, hè, voor het goede doel. Mag ik hem even... geef leiding, hè, nu. Voor pan en pot? Nee, sorry, je moet andersom. Oh, nee. Het komt goed. Ik heb ze even wat lachen gemaakt. Nee, kom maar. Kom maar. Voor pot en pan... Allemaal eraan! Morgen nog bedacht. Voor pot en pan. Goed. Ja. Nou, laten we dan meteen maar beginnen met de eerste euro's. Hè. We gaan hem erbij halen. Pachanka samen met Alberto, dames en heren. Waarom doe je dat nou iedere dag, man? Omdat ik gewoon blij ben. Appeltaart. Ja. Appie-appeltaart. Appie-appie. Je krijgt weer een opdracht, maar je gaat twee mensen meenemen. Wie ga je meenemen? Roel en Remco gaan met mij mee. Twee mannen. Roel en Remco. Hey. Kom er even naast staan, Remco, want anders zien we jullie niet. Ik heb een hele leuke opdracht voor jullie. Dat is mooi. Ja. Ja, zullen we eerst even kijken wat voor vervoersmiddel jullie gaan? Ja, ik kan ook ondertussen de groenvoorziening gaan onderhouden, want ik heb zo'n plantsoenkarretje. Iets anders dan gisteren, zullen we zeggen. Hi. Ja. Nou.
Als jullie er nou ondertussen lekker in klimmen. Je krijgt wel een beetje natte billen. Maar klim er even in. Moet hij los? Of voorzichtig? Voorzichtig. Dan ga ik jullie de opdracht geven. En die opdracht, dames en heren, die wordt straks natuurlijk beoordeeld door onze enige echte Reinoud van Assendelft, de koning. Dankjewel. De fotoopdracht, jongens. Jullie hebben hier een survival run locatie. Dat klopt. Je weet waar die is? Ja. Goed zo. Daar moeten jullie naartoe. Dan willen we jullie zien bij een hindernis. Op of in of onder, hè. Verkleed als Tarzan en Jane. En dan mag je onderweg ruzie over maken. Met een tropisch dier. Dat moet je ook creatief aanpakken, denk ik. Een tropisch dier. En we willen een drill instructor tussen jullie inzien. Dus zo'n drillmajoor, zeg maar. Ja? Jullie kijken nog een beetje bedenkelijk, maar je hebt echt een half uur. Ja, komt goed. Dan gaan we jullie aanmoedigen. Dames en heren, ze gaan onderweg voor 100 euro. Zet hem op. Succes. Doei. Zet hem op. Een opdracht wat het team kan voorbereiden in Zomer in Gelderland, dat is de parade. En Harreveld heeft 1364 inwoners en een heleboel verenigingen. En die komen nu allemaal door de poort. Hier is de parade van Harreveld. Het logo van Harreveld. Prachtig. Ja. Vanuit de lucht gezien. Zo. Nou, voordat... Dat in dat schone Harreveld. Ja, dat in het schone Harreveld. Nou, we hebben even aan luchtvervuiling gedaan hier, maar dat moet kunnen. Ja, we horen Reinoud er zo wel over. Ja, okay, ja. Voordat ik naar Reinoud ga, dames en heren, staat hier jullie eigen dorpsgast Theo Krabben. Theo, is dat kenmerkend voor Harreveld? Zoveel verenigingen, die gemeenschapszin. Ja, dat is toch typisch Harreveld. Als je weer wat organiseert, dan sta je er versteld van. Eigenlijk zijn ze heel rustig, de Harrevelders. Maar als er wat gebeuren moet, dan zijn ze massaal aanwezig. Want ik denk die telling, ik denk dat we wel bijna bij 4.000-5.000 komen. Nog nou... Want ik zag ze al appen met die vinger. De meeste mannen kunnen niet schatten, dames en heren. En ook vandaag weer niet. Goed. Jij volleybalt ook, hè? Ja, ik volleybal ook nog een beetje. Jullie hebben hier een heel mooi dorp. Ja, jullie zijn er vanmorgen ook al even geweest. Of tenminste, mensen met de camera zijn er ook al even geweest. En dat is ook helemaal met mensen uit Harreveld helemaal weer gebouwd. We hebben 3 jaar geleden hebben nog een nieuwe zaal erbij gebouwd. En dan zijn we 2 grote zalen. En nu zit hij alweer vol in 3 beachvolleybalvelden. Wow. Maar het volleybal dat leeft hier ook enorm. Zowel
volleybal is ook wel andere sporten. En ja, wat we dan ook hebben, we hebben hier een opgeleide die nou in de Olympische Spelen zit. Ja, dus. En dan heb ik een kleine verrassing voor jullie, want ze heeft een boodschap uit Rio. Oké. Volleybalster Femke. Ik was op dit moment heel graag bij jullie geweest, maar zoals jullie misschien weten zit ik op dit moment in Rio. Ik wens jullie heel veel succes met jullie race en zet hem op. Veel plezier. Van jullie eigen Femke. Ja, en het gaat erom spannen, hè? Of ja, ze brons gaan winnen. Maar laten we hopen dat alles goed komt, hè? Ja, daar heb je alle vertrouwen ja, in. Ja, ik heb er alle leuk, vertrouwen hè? In. Uit ja, Rio, ja, man, helemaal prachtig. Jullie hebben alles, denk ik, in Harreveld, of niet? Of ontbreekt er hier nog iets? Nou ja, wat ontbreekt er in Harreveld? Eigenlijk bouwgrond voor de jeugd. Het is zo jammer, er zijn er wel heel veel mensen hier. Maar er zijn ook veel mensen die al die eigenlijk hier wel willen bouwen. Maar er is geen bouwgrond. En de sociale woningbouw is hier eigenlijk ook niet. En dat is eigenlijk wel jammer. En, ja, en zodoende krijg je ook een beetje dat de mensen eigenlijk, de jeugd die trekt weg. Met als gevolg dus dat er ook eigenlijk geen kindertjes komen. Met als gevolg dus dat de basisschool dadelijk een beetje een dipje krijgt. Ja, ja, precies. En wat is nou een kleine kern zonder een goede basisschool? Nee, dus eigenlijk, dat moet kunnen. Dus ja. En, maar jij bent toch gemeenteraadslid? Ja, dat doe weet daar ik. Wat ja, aan. Ja, dat, ja, dat weet maar. Toch? Ik ben alleen nog niet de burgemeester. Oh. Dus. En daar ga je voor. Je wil graag burgemeester worden. Ja, er moet weer gebouwd worden op Harreveld. Dat leeft. En ik dat, zeg Theo voor president, ja, jongens. Hè? Hartstikke idee. Ja. Je bent vandaag onze eregast. Ja. Dat betekent dat je bij Reinoud plaats mag nemen en alles vanuit de hoogte mag gaan schouwen. Okay, okay. Ben je al een beetje een burgemeester, toch? Oké. Okay. Ja, ja? Ik zal het even waarnemen. Ja, goed zo. Ga maar lekker, neem lekker plaats. Neem lekker plaats. Reinoud. Angelique. Ik moet even iets corrigeren van gisteren. Ja. Want gisteren hing Robert aan de vlegel en we hadden technische problemen met het tellen. Hebben jullie misschien gezien. Wij zijn zelf gaan tellen. Dat deden we niet helemaal goed. Dus na afloop kwam er een kijker naar ons toe en die zei... Ik heb een stopwatch en er moet 5 seconden bij. Dus daar komt €5 bij, 5 punten bij. Drempt eindigt op 2097 punten. Bij deze. Dan ga ik naar Reinoud. Ja. Ook hier is... Wat was dat nou voor stemmetje? Ja, weet ik, denk dat het helium van gisteren nog is. Ja. Ook hier is weer ontzettend veel gedaan aan aankleding en zo. Ja. Moet je kijken wat een boel oranje. Maar laten we eerst uit. Even naar de parade gaan. Ja, de parade. Prachtige parade. Hele traditionele parade. Maar wel 35 verenigingen erin. En wat ik heel leuk vond aan het einde was dat app-logo van Harreveld. Wat we vanuit boven konden zien. Schitterend. Heel origineel ook. Er zat een tractor zat erin. En een aantal motoren zaten erin. Dat heb ik nog nooit gezien. Nee. Dat is echt geweldig. Ik heb wel een vraag. Een vraag aan Theo. Wij hebben thuis een hele lieve tante Harmien van 93. Maar ik zag hier zo'n spandoek met Hermien erop. Ja. Wat is dat? Ja, Hermien, dat is eigenlijk de molen van hier. Het gezichtsveld toch wel als je Harreveld ook nadert. En dat is ook weer met vrijwilligers gebeurd. Die is helemaal voorzien van nieuwe scaliën. En wat zijn scaliën? Dat zijn die kleine houten dakpannetjes. Hoeveel zijn dat dan? Duizenden. Geweldig. Dus. Allemaal geweldig. Van. Maar kijk, dus Reinoud, nou, het is misschien een beetje een rare plek om naar te wijzen. Maar hier staat een molen. Een schalie. Ja. Zie je ja. Ja. Ja, dat? Ja. Er komen misschien nog wat hard. Volgens mij zit er wat schaliegas onder. Nee, dat is allemaal echt, jongen. Okay. Ja, okay. Kom. Maar goed, ik wil euro's horen. Ja, 10 euro's. Euro's horen. De parade gaat vandaag weg voor 120 euro's. Best goed. Bravo. Best goed. En ik zei het al, Theo, dat schatten, dat ging hem niet zo goed af. Hoeveel mensen staan er hier op het plein? Ze hebben dus, hoeveel inwoners, zei ik net? Je zei dat ze 1364 inwoners hadden. Dankjewel, Reinoud. Als ik het goed onthouden heb. En er staan hier op het plein 1162 mensen. En dat is veel. En dat betekent dus €300 erbij voor het goede doel. Ik loop even naar Henry. Henry, jullie dagopdracht ging over de freule Judith van Dort. Ja, wacht even hoor. Dames en heren, wil u even een beetje dimmen daar? Ja, oh, die mevrouw denkt meteen, oh help. Ja, je bent heel erg in beeld ook.
Wie was de freule Judith van Dort? De freule heeft samen met haar broer een tijd hier op het kasteel gewoond. Destijds nog Havezaat Harreveld, of ja. Hervelo eigenlijk. En dat was zo in de Franse revolutie. In die tijd de Franse overheersing, de Franse overheersing van Nederland. En ja. Zij is best naar aan de einde gekomen, daar hoef je niet over uit te rijden. Moesten de scène daarover. Ja, het is een bekend historisch gegeven. Ja, echt dus, daar hadden we een aantal... dingetjes rondom die we gaan uitbeelden. Ja, ja. De havenstaat Harreveld komt tot leven. Just, en ja. De freule gaat sympathisanten werven voor Oranje. Ja. In het publiek zien we vrouwen met rood haar, want ze was een rossig type. Ja. En mannen in het oranje. We kijken eerst even naar het filmpje van hun dag. En dan naar jullie indrukwekkende scène, moet ik zeggen. Oké. Okay. Ja, snel droge verf, half uurtje klaar. Wij willen graag pindakaas, geen paturijn. Verjaag de Fransen, doe ze pijn. Oeh! We willen Hollandse kaas. U gaat mee. Waarom? Waarom? Ik heb niets gedaan. Waarom? Ik ben onschuldig. Ten laste leg ik door de rechtbank. De rechtbank legt u het volgende ten laste. En heeft geconcludeerd dat u ons op schandalige wijze heeft beledigd en geprovoceerd. Ondanks dat Oranje niet hoefde te spelen, en dat kan iedereen hier aanwezig beamen, hing Huis Harreveld toch de Oranje vlaggen uit de ramen. Ten exempel wordt u op 22 november geëxecuteerd en zal uw graf reeds gegraven zijn. U mag nog wat toekomstige nabestaanden uitnodigen, maar we houden het klein. Deze uitspraak is onherroepelijk. Uw einde is definitief in zicht. U kunt nog een afscheidsbrief richten tot de gespeupel en in een brief of in een gedicht. Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Waarde vriend, bedankt voor alles, schrijf ik u 7 uren. Voordat bij mij het licht definitief zal doven. Ik hoop maar dat alles is oranje boven. Treur niet om mij, ik hou mijn hoofd erbij. Want alle koppen worden vandaag geteld. Want het is zomer in Harreveld. Yeah. En het regent in Harreveld. Getsy Derry. Ontzettend goed gedaan. Chapeau. En de rijdende rechter komt gewoon nog voorbij, hè, in de scène. Echt hartstikke mooi. Theo, even over die havenzaten nog, waar die freule woonde. Ja, is die er nog? Och, wat een gentleman, hè? Nou, daar is dan hier tegenover, stond het gebouw, het kasteel.
Maar dat is dus nu is dat een inrichting voor jeugd eigenlijk. Dat is jeugdzorg plus is dat geworden. Daar zitten 80 jongeren eigenlijk. Ja. Die zitten, En waarom zitten die jongeren daar? Wat is... Moeilijk opvoedbaar, want die zijn 80 jongeren die mogen ook niet weg eigenlijk. Die, okay. Die moeten daar intern bij. Moeten ze ook echt op het terrein of ja, kunnen ze hier vanavond ook bij zijn? Alleen, dat kan niet. Als ze rond mogen, dan mag er eigenlijk alleen begeleiding bij. Oké, okay. Dus, ja. Maar tegenwoordig zitten er ook al gezinnen. Dus met name uit Rotterdam. Dus, okay. Dus eigenlijk is het jammer. Met name uit Rotterdam. Ja. Er wordt om gelachen. Hoezo Rotterdam? Ja, ja. Ja. Hebben wij eigenlijk niet zoveel aan. Hè? Ja, Theo, wat heb je daar voor drank staan? Ja, ik heb wat dat betreft... Ja, de meesten kennen me wel. Dus ik had gehoord dat jij geen alcohol nuttigde. Nee, en toen dacht nooit. Ik, nou, ik als veehouder... Dan wil ik je toch even een glaasje echt melk uit de tank dus aanbieden. Dus... Dankjewel. Hij slaat stijl achterover, joh. Leuk. Gekoeld en wel. Oh, je houdt van melk, zie zo. Ik. Zo. Lekker? Krijg er een hele snor van. Ja. Heerlijk. Ik wil graag weten, Reinoud, hoe jij deze, nou echt werkelijk, hele, hele, hele mooie scène, en het publiek niet te vergeten, hoe je dit gaat beoordelen. Nou, laten we eerst over het publiek beginnen. Ik zie daar... Van die rechterspruiken. Ik zie alle mannen in het, of veel mannen in het oranje. Ik zie daar de Fransen staan. Die riepen ook net boe toen de fruile opkwam. Ik zie de dames in het rood met rode pruiken. Het ziet er fantastisch uit. Ik verbaas me iedere keer weer over de creativiteit die de teams hebben. Als je ziet vandaag, onze poort wordt ineens een ophaalbrug. En dan komen ze binnen met de muziek van Floris. Kasteel Doornenburg hebben we ook nog meegemaakt. Het is ongelooflijk mooi gedaan. De jurken daar met goudbrokaat. Heel keurig gedaan. Je ziet fantastische dingen. Er wordt goed gespeeld. Ik vind die stoelen ook zo mooi, Rana. Ja, die stoelen zijn geweldig. Heel mooi. Ja. En dan hangt daar een onbegrijpelijk schilderij van koning Willem-Alexander. Hoezo in een Franse rechtbank. Ja, en, zo. Ja. Ik denk dat is typisch HVH. En dan zult u vragen, wat is HVH? Dat is humor van Hartenveld. Ja, dat wel. Wat ga je geven? Luister goed. De scène gaat voor €310. Mooi. Gefeliciteerd. En we gaan kijken hoe het ervoor staat met Alberto en consorten. Is Tarzan en Jane al gearriveerd? Zitten ze ergens op een klimpaal of in een rek of whatever? Appie, appie, appie. Hebben we verbinding? Freek Vonk hier. Alberto. En het is stil. It's dangerous here. Ja. We kijken. We zien verschillende dingen hier liggen. We zijn al op de eindbestemming. Het is gevaarlijk. Pikante accessoires. En een krokodil. Hebben we ook. Maar let op. Hier is waar het gebeurt. Kijk. We gaan weer heerlijk het weekend in. Want kijk eens wat ik hier zie. Hi jongens. Ja. Hoe gaat het, Jane? Ja, het gaat de goede kant op. Ja. Ja, het schiet mooi op. Jeetje zeg. Klaar. Hoe vind je het zelf zitten? Ja, het staat me volgens mij wel goed. Ja, ja. Toch? Ja, zwart kleed af, hè? Ja, zeker. Hartstikke leuk. Sokjes nog aan. Hier komt de drill instructor, tevens de chauffeur van de groenvoorziening. Multitasker. En hier hebben we Tarzan. Goedemiddag, goeie avond. Nee, nee, nee. Tarzan zegt niet goedemiddag, goede avond. Tarzan zegt... Oké, okay, we zijn dus op de eindlocatie. We gaan zo aan die kant de foto maken. De heren slash dames, whatever, kleden zich om. En wij zijn hopelijk met een paar minuten weer terug, hè? Ja, ja, kom jongens, we gaan die kant op. Ik dacht dat Tarzan deed, maar dit klonk ook goed, hoor. Jullie moesten nog een persoon vinden bij de opdracht. En dat is vandaag iemand die een boodschap verkondigt. En dat is Ferdinand Rabe. Hi, Ferdinand. Kom je stapje naar voren. Ferdinand, jij was werkloos. Ja. Toen ben je iets gaan doen waar ik eigenlijk best wel een hekel aan heb, namelijk... Beroepschappen halen. Ja. Ja. Ja, en dat doe jij gewoon voor je werk nu. Ik breng het nu netjes aan huis. Ik doe het voor mijn werk. Ja, ik ben uit een WW-situatie. Heb ik een ondernemersplan opgesteld. Maar hoe kwam je daarop? Door thuis te zitten nadenken. Dus, en ja... We hadden een keer het brood op en dan moest ik naar Lichtenvoorde.
Want je kan hier niks kopen, maar geen brood? Hier in de regio, in de kerkdorpen, daar zijn niet veel winkels meer. Nee, oké. En zodoende. Ja, en toen dacht je van, dat is eigenlijk best wel kak. Omdat ik daar dan voor naar lichten voor Ik denk, daar moet ik maar over zinnen. Ja. Ja. En toen bedacht je? Brood nodig. Brood nodig. En brood nodig heeft twee betekenissen, zeg maar. Ja. Voor mij was het brood nodig. En mensen hebben ook brood nodig. Mensen hebben ook brood nodig. Ja. Ja. En, maar dan denk ik meteen, ja, dan kost mijn brood €5 als ik dat bij jou bestel. Nee, het brood is net zo duur als bij de bakker. Hoe kan dat dan? Goede afspraken met de bakker. Dus de bakker betaalt jou en jij brengt het rond? Nee, ik moet de bakker betalen. Nee, zo werken die. Nee, voor eigen kop, hè? Jongen. Dus, zo werkt dat niet. Dat is echt ondernemer. Nee, oké, jij betaalt de bakker, maar je betaalt hem iets minder voor het brood. Ja. Hè, wat ik normaal als klant betaal. En die winst. En een goede bakker, hè? Ja. Dat is heel belangrijk. En wie maakt er gebruik van brood nodig? Is er iemand in het publiek? Kijk dan, joh. Kijk. Ja? Ja. Hartstikke veel. Maar kan ik dan alleen brood bij jou bestellen? Nee, ik heb eigenlijk als motto alles uit de streek. Dus boerderijvlees, boerenvla, boerenkaas. Gewoon alles wat hier in de regio geproduceerd wordt. Groot is jouw regio? Oost-Gelderen, zeg maar, een beetje. En een klein beetje Vasseveld, een heel klein beetje. Maar je komt bij mensen thuis? Ja. Je komt echt binnen? Dus je kent mensen, gaat mensen ook beter leren kennen, of niet? Ja, ik kom er iedere week. Dus je gaat op de duur, ga je de mensen heel goed kennen. Ja. Ja, en er ontstaan vaak heel leuke gesprekken. En, Heb je ook klanten waarvan je zegt, nou, dat is echt wel een hoogtepuntje? Ja, die zit er één bij. En die moest ik aanwijzen en die staat daar. Ja, helemaal achteraan te zwaaien. Dat hebben we vanmiddag nog afgesproken. En waarom is zij jouw hoogtepuntje dan precies? Het is gewoon een toppetje. Een toppetje. Ja. Hoe heet ze? Hoe heet ze? Nee, ik weet het wel. Francine. Francine, ja, toppetje. Ja. Dan gaan we nu naar de hoogtepunt van Willem Alkema. Die heeft er ook een aantal gehad in Harreveld. Dit zijn zijn bevindingen. Dankjewel. Wat zijn hier de hoogtepunten in Harreveld? De kerktoren, het dorpshuis, we hebben KSH, de molen Hermien. Dit is de molen. Toneelvereniging Hervelo, die speelt sinds 1974 al hier in het dorpshuis. Zullen we eens binnenkijken dan? Dit is de molen. Je zult zo niet zeggen dat dit hier een toneeldecor is, maar aan deze wand wordt er een decor opgesteld en een tribune opgebouwd in carré-vorm. De mensen zitten er rondomheen. In een halve uur? Of nee, een hele uur? Ja, het is een hele uur. Ja. Een halve O? Een halve O, zeg maar. In een hele U. Het publiek zit in een halve O. Oh. Dit is de molen! Hier is meneer Wolprijs aan het werk. Dit is net klaar. Dit is een hoogtepunt in Harreveld. Voor hier wel. Voor dit gedeelte van Duitsland is dit het hoogtepunt. Dit is de molen! Waar gaan we heen? Waarom zit dit op slot? Dit zit op slot omdat dit afgesloten afdeling is waar voor de schietvereniging, waar ook de wapens staan. En hier staan wapens? Hier staan wapens achter. Het is een echt pistool. U heeft een vergunning om te kunnen schieten? Ja. Is dat lastig om zoiets te krijgen? Je wordt helemaal bekeken van alle kanten door de politie, hè? En u had alle openstaande bekeuringen had u betaald, dus toen zeiden ze prima. Wil je het horen? Knetters. Wat geeft het voor gevoel? Een heerlijk gevoel, als schotafval. Molen Hermien! Ja, dit zijn de maalstenen. Dit zijn de maalstenen van Hermien? Van Hermien. Hier gaat de zaad in Hermien. De zaad komt in de kropgat. En van in de meelbak komt het in de zak. Zo maakt Hermien van zaad meel. We hebben nog een borduuratelier. Dit is een borduurmachine. Wij borduren de opdracht van onze klanten. We hebben allemaal geautomatiseerde borduurmachines staan. Nou, hier komen we in de ontwerpstudio. Wow, dit logo ken ik. Ja, dat klopt. Dit is het logo van Omroep Gelderland. Hij gaat het logo omzetten naar borduursteken. Dat zijn de broeklosjes. Ja, echt heel veel. Dit is de molen. Rood, 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 rood. Geel, 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 blauw, 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 blauw. En dat kunt u allemaal zien op 21 en 22 oktober hier in deze zaal. En Mark, dat was niet jouw meisje, hè, met dat borduren. Nee. Nee, dat was waar mijn meisje werkt. Oké, maar ze zaten er wel in, hè, maar dat wordt duur. Ja. Nou heb je een hele leuke dame staan, Femke. Maar eigenlijk zou Femke hier helemaal niet moeten staan.
Klopt. Want? Wie zou het moeten doen dan? Onze Douwe Wiehe. Douwe. Eigenlijk moet Douwe nu. Ah, Douwe. En hier zit Douwe. Ah, Douwe. Jij werkte bij de Zwarte Cross? Tijdens de op- en afbouw, ja. Ja, en wat is er gebeurd? Ik heb me verstapt tijdens het uitstappen van de stijger. Hoe hoog? Nou, 1,5 meter, hooguit. En toen viel je en wat had je? Ja, verkeerd terechtgekomen, voet is dubbel geklapt en enkel op 2 plaatsen gebroken. Ah, man, wat een pech. Ja. Dus je hebt gewoon de Zwarte Cross gemist? Grotendeels wel, ja. Ja. Ik heb zaterdagmiddag tijdens het festival nog even geprobeerd. Al lopend met je krukken? Met de krukken, ja. En dat, het viel tegen, maar het ging aardig. Het is een mega terrein. En jij zou eigenlijk ook aan de vleugel hangen en in het team zitten vandaag. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Alleen dat door het ongeval ging dat niet door. Nou, daarom wilde ik even met je praten. Vond zo sneu? Ja. Mag een applausje voor Douwe? En beterschap, hè? Beterschap. En dan gaan we nu naar Femke. Wat heb jij een beetje geoefend, dame? Ja, ik heb 2 keer geprobeerd. En hoe ging dat? Op het begin ging het al goed, de eerste keer. En de tweede keer ging iets minder. Maar... Nou, heb je niks in je zakken zitten meer? Nee. Ze heeft een paar dagen bewust niks gegeten, dan wordt ze iets lichter. Ze heeft een paar dagen bewust niks gegeten. Ik ben een beetje duizelig. Ja. Ik hoop dat de teller het vandaag weer doet, anders gaan we het natellen daarna. Ja. Start de band maar 3 seconden en wij gaan je allemaal ontzettend aanmoedigen. Bij 3 ga je hangen, hè? 2, 1 en hangen maar. En hij stopt weer. Nee. Zestien, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Hou vol, Femke, hou vol. Ah, 43, 44, 45. Ja. Hartstikke goed. Knap, hè, Douwe? Heel knap. We gaan het even narekenen. Wij zaten op 45 seconden. Weer een technisch mankementje. Maar de check voor het goede doel, de potten en de pan. Als het zo is. Als Alberto er niet is, dan is het. Ik heb al gezien dat Alberto alles op de foto heeft staan. We moeten haast eraan, dus zeg het maar. Als Alberto alles heeft en de 45 seconden klopt, dan is het €875. Gefeliciteerd, Mark. Gefeliciteerd. Dan gaan we heel snel door naar het opkomstpercentage hier in Harreveld. Want ze willen de mooiste plaats van Gelderland worden. Wat is het opkomstpercentage, Reinhard? Is 85,2. %. Vermenigvuldigen met 10. En dan konden jullie vandaag met de foto-app stemmen. En dat is 650 keer gedaan. Dat is het hoogste van Zomer in Gelderland tot nu toe. En als het goed is, komt Alberto nu binnen. Kijk uit! We gaan er zo meteen uit met muziek. Ik kan die mannen wel vast even aankondigen, hè? Terms and Conditions heet ze. Hele leuke naam. Ja, oh man, je hoofd. Hebben jullie een foto? Hebben we een foto? Hallo Tarzan, hallo Jane. Alles ik zie goed, een krokodil. Laat jij hem zien naar de camera met krokodil. Goed gedaan. Wat is de eindscore van Harreveld? Gaan ze in Lieren huilen of niet? Zeg het maar. Harreveld staat op de eerste plaats. Ja! Hartstikke goed gedaan, jongens. Team gefeliciteerd. Coach, goed gedaan. Ik zie jullie maandag vanuit week. Gefeliciteerd, hè? We gaan feestvieren. Jongens, hit it. Doe maar. Gefeliciteerd, jongens. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Genieten we volop van. Ja, de zomer is niet.